kijkers, tot als je kijkt naar mijn kanaal. Vandaag ben ik weer ergens anders. Maar ik moet even lekker mijn haar doen. Jullie gaan weer vette beelden zien. En ik check jullie wel weer straks. Ik heb een video opgenomen vandaag. Ik heb teruggekeken. En het zag er nou niet... Nou, het zag er wel goed uit, maar je zag het niet, zeg maar, dat... Want ik heb een dart video opgenomen. Je zag niet, zeg maar, waar het pijltje kwam. Dus dat is balen. Maar ik moet zo dus naar huis. En ik hoorde net dat het regende. Dus ik ga even kijken. Oh, kak. Het gaat ook echt zo regenen, ja. Kijk, het gaat dus echt zo hard flink regenen. Het is nu, is het 7:45. En ik ben eigenlijk om 7:45, 7:50 gaat het, stopt het. En dan ben ik eigenlijk weg, want dan moet ik de bus pakken van... 8:30 wil ik de bus dan hebben. Want dan ben ik om 9:30 thuis. En dat is nog wel prima te doen. Dus ja, dat is een dingetje. Nee, maar dat lukt wel, denk ik. Hij komt er over 2 minuten aan of zo. Maar ja, het is nu 8:30, zoiets. En ik ga lekker naar Utrecht toe. En daarna ga ik lekker naar huis toe. Dus, tjallas! Ik ben lekker thuis. Ik heb net de bus gepakt en de trein gepakt. En ik zit nu even lekker boven. We hebben net hoe heet het? Wat is het spelletje nou? Brawl Stars. Brawl Stars! Dat is wel leuk. Ja. En nu zijn we even lekker FIFA aan, nou mijn broer is FIFA aan het spelen. En hij scoorde bijna, maar net niet helemaal. Man. Maar het is wel een wedstrijd. Dat zou niet zo best zijn. Maar hij gaat even lekker FIFA spelen. En ik ga even lekker kijken. En ja, dat wordt wel vroeg. En misschien straks ook nog een potje tegen elkaar. Als Koen dat wil. Ja. Nee. Blauw. Fabinho, ze nemen de tijd om een gaatje in de verdediging te zoeken. Oh ja, joh. Dit zijn de omschakelmomenten waarvan je kunt profiteren. De tegenstander heeft zich hergroepeerd. Daar had meer in gezeten. Jammer, joh. Hij had hem te pakken, maar is hem ook al... Jammer. Omlaag zijn allemaal. Oh, mijn broer heeft echt mokers voor muntjes. En best wel goede spelers ook gewoon. Welke spelers moet je nog hebben om je team compleet te maken eigenlijk? Geen. Hij is toch compleet? Ja, maar misschien andere mensen van hetzelfde team of zo. Nee. Van Brazilië of zoiets. Nee. Dit is wel mijn beste team, denk ik. Tot nu toe. Heeft de U. De U, maar kijk. Als ik nu zeg maar. Ik wil nog Eriksen kopen, die ga ik dan voor Ellie doen. Ja. En dan heb je hier Silva, Azpilicueta, Alba, Vertonghen, Walker. En dan denk ik hier nog. Oh, goede verdediging zeg. Ja. En dan in het midden denk ik, als ik er geld voor heb, Pogba, maar dat duurt nog wel even. Pogba is toch ziek duur. Ja. En dan Aubameyang in de spits. Striker. En dan hier rechts buiten, Lucas is heel slecht, maar er is tot nog toe, Mahrez heb ik gehad, is ook niet echt top. En links wil ik Sané kopen. Aha. Of Mane. Maar Hazard en Sanchez vind ik niet heel erg goed. Maar ze zijn wel heel duur, of niet? Ja. Beetje. Maar we zijn dingen aan het verkopen en dan krijgen we weer ja, niet heel veel geld ervoor. Maar uiteindelijk, als je er genoeg hebt van verkocht, dan krijg je dit soort dingen. Dus dan koop je voor bijvoorbeeld 1000 in en dan verkoop je voor 1200. Jonas Stones. Ja, en zo zit het in elkaar. En sommige mensen maken heel veel geld daardoor. Want sommige mensen die kopen dan een poppetje van 50.000 en die verkopen ze voor 70.000. En dan moet je echt geluk hebben. Want op Fitbin, daar kan je zien hoe het stijgt en niet stijgt. En ja, soms blijft het hetzelfde en soms blijft het ook echt niet hetzelfde. Want dan is het van... ik noem maar wat, van 50.000 naar 100.000
of zoiets gezakt. En dan heb je soms geluk en soms niet. Of ze staan in de team of de week, toch? En dan zijn ze super duur, volgens mij. Dan hebben ze gewoon, zijn ze in vorm. Oh ja. Maar dan zijn ze dus duur. Duurder dan normaal. Hallo dames en heren. Tof dat jullie hebben gekeken naar mijn kanaal. Ik moet een beetje Tsjechisch praten omdat mijn moeder al ligt te slapen. En ik check jullie weer de volgende video. Later.